Ja, we hebben inderdaad een hele mooie donatie van de KNVB gehad. Het zijn operatie-shirts. Die krijg je voordat je de operatie ingaat. Want je gaat niet in je normale kleren een operatie in. En dat is ook een jas die de chirurgen makkelijk open kunnen maken. En die zijn normaliter heel saai. Ze zijn gewoon blauw of wit. En nu hebben we hele mooie gekregen in de vorm van een Nederlands elftal shirt. Dus eigenlijk van van de Oranje Leeuw en Oranje Leeuwinnen. De shirtjes hebben een positief effect op de gemoedstoestand van de kinderen. We zien bij kinderen die hier in het ziekenhuis komen dat er in eerste instantie best wel wat spanning heerst. En als we die kinderen dan die spanning en die angst wat kunnen wegnemen. Door bijvoorbeeld, we hebben heel veel initiatieven, maar bijvoorbeeld zoals die van de KNVB. Dat ze een mooi shirtje krijgen, dat je even spanning wegneemt, een lach op hun gezicht tovert en dat ze even in de schoenen staan van hun voetbalhelden. Dan zorgt dat ervoor dat eigenlijk de sfeer heel ontspannen wordt. En als je op zo'n manier een operatie van behandeling ingaat, dan kom je er vaak ook veel relaxter en positiever uit. Voordat de voetbalshirts gebruikt konden worden in de operatiekamer, moesten er eerst hygiënische maatregelen genomen worden. We hebben natuurlijk contact gehad met de HIP, de hygiëne infectiepreventie van het ziekenhuis. En zij hebben de stelregel dat het minimaal op 60 graden gewassen moet worden. Dus dat was noodzakelijk om met deze shirts in zee te gaan. De shirts mogen officieel maar op 30 graden gewassen. Maar we hebben wat testen gedaan en op 60 graden blijven ze mooi en netjes. Dus, we hebben contact met een medewerker van ons die ook bij de KNVB werkt, Lonneke Gijsbers. En we zijn met elkaar in gesprek gegaan, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? En uiteindelijk is het zover gekomen dat mijn moeder de shirtjes vermaakt heeft. En dat die afgelopen maanden 75 shirtjes vermaakt heeft. En afgelopen vrijdag is de eerste overhandigd. Ik dacht ook dat dit slim is voor bijvoorbeeld kinderen die voor de eerste keer aan de operatie gaan. En dat ze bijvoorbeeld meer gerustgesteld worden. En het is gewoon fijner van de normale jas. Is blauw is saai, is niet zo enthousiast. Het is gewoon blauw. En deze zit ook veel fijner.